Echt een hele mooie prijzenpot. Ja, zeker, zeker. Cor, we zien hier achter ons allemaal mensen van Volksmaker lopen met boekjes in de hand. Wat zijn deze aan het doen? Uh, wij zijn uh, vanmiddag op pad uh, voor de verloting uh, ten bate van de kinderboerderij. Oké, okay, de loten. En wat kost een lot? Een uh, lot kost 5 euro. Het is misschien ook wel goed om te weten. Wat zijn de prijzen die, die men kan winnen? Nou ja, als hoofdprijs hebben wij uh, dit jaar een scooter... Uh, tweede prijs een Samsung Televisie. Uh, derde prijs een sieraden te goed bon. En als vierde, vierde prijs een, uh, een tablet. Nee, en dan nog vele andere luxe prijzen. Echt een hele mooie prijzenpot. Ja, zeker, zeker. Stel dat de mensen niet thuis zijn en ze missen jullie kunnen ze dan op een of andere manier ook nog een lot kopen. Uh, ja, zeker. Uh, de loten zijn ook verkrijgbaar op de kinderboerderij. En uh, op een website uh, van ons uh, staan de gegevens ook wel. Uh, nou ja, dan kunnen ze even een belletje doen. En dan komen, ze, komen we persoonlijk nog even langs. En hoeveel loten worden er verkocht als het goed is? 4000. 4000 loten proberen we dit jaar weer aan de man te krijgen. En wanneer is de, de trekking? Die is op uh, 20 december in onder de Linden s'avonds. die is gewoon bij te wonen volgens ja. mij. Ja hoor, die is uh, voor iedereen toegankelijk. Dus 20 december om uh, 8 uur. Onder de Linden. Onder de Linden. Je hebt net een lot gekocht je een lot om het voor het winnen van een prijs of voor het doel wat eraan hangt? Nee, als ik een prijs zou willen winnen, dan kan ik beter een andere loterij meedoen. Nee, alhoewel de kans natuurlijk in dit geval groter is dan bij de Staatsloterij. Maar nee, het gaat voor het goede doel, voor de kinderboerderij. Dat, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, maak je zelf ook gebruik van de kinderboerderij? Ga je er vaak naartoe? Uh, ja, alleen specifiek voor mijn dochters. En uh, ik zit dan zelf lekker op het bankje of op mijn stoeltje even te kijken hoe die kinderen lekker aan het spelen zijn en uh, genieten van, uh, van de mooie kinderboerderij hier in Rode. En heel veel succes, want Missie wordt er wel een prijs gewonnen. Ja, dat zal voor het eerst zijn. <laughs>